zich hier op de grid op te stellen en Fried Arthur probeert met de verrekijker te kijken welke soort banden er gemonteerd zijn. Terwijl het startnummer 4, de BMW van Ricardo, brengt richting de nummer 1 positie links op de grid. Zien parkeren en ja, dat zou goed kunnen dat die intermediates ook terwijl van een soort wegpot gemonteerd zou kunnen worden. Die keuze zou ook absoluut nog wel zinvol zijn. Snel gaan de bandenwarmers eromheen. We moeten ervoor zorgen dat die banden zo richting de 80 graden Celsius terug gaan gaan. We waren gebleven in de derde startrij wat betreft de opstelling in de superbike van de nummer 21, de gele motorfiets daar van Marcel Zuurbeer. Bart en Ilja Pokorny runnen zij samen de Zuurbeer tweewielers. Daarnaast de man die de laatste weken ontzettend goed doet, dat ook aan zijn zin had in Chimay, Wally Jacobs. Onze zuidenbuur ook aangesloten bij het team van Zuurbeer met de weinige Suzuki's in het veld. De 104 netjes op de derde startrij gekwalificeerd eveneens een superbike voor de tweede aanvulling. Als in Dachenoerboerdering uit mijn hoofd gezet. De ervaren Jan Alstiaan en zijn maatje Sander Klaas die even nog probeert te kijken wat er hier aan de hand is met zijn motorfiets. Dat houdt in dat er even een kleine twijfel is of er iets voor de radiateur zit. Hans goede goed doen, jas goed doen, Wilma staat er met de rode vlag klaar, wacht tot iedereen zijn plaats heeft ingenomen. Dan wordt achterin het veld, als het goed is, de groene vlag getoond. En als die gedaan wordt, gaat Wilma aan de kant. En dan is het wachten op het stoplicht. Als die rood is, dan is het signaal daar. Rode vlag. De positie is er wel op 2-3-3 is gemaakt aan de leiding. Er zit al Sander Kroetje die kan volgen. Dat is moeilijk te zien vanaf deze positie. De nummer 2-3-3-4 in groente onderweg. Ja, rijdt voor de oude 10.000 en ja, zijn vriend, maar wel een grote tegenstander van de achterkant.
samen. Dan zijn wij op de baan.